In deze kerk organiseert Gospelkoor Shalom op zaterdag 18 mei haar afscheidsconcert. Wij gingen kijken bij de laatste repetitie. Aanstaande zaterdag, dan houdt het op voor jullie. Dat is waar, ja. Het laatste concert van ons koor. En waarom na 43 jaar? Ja, dat is een hele moeilijke vraag is het niet. Maar het is wel pijnlijk misschien voor sommige mensen ook. Maar op een gegeven moment dan houdt het een beetje op. Als je als jeugdkoor begint en je eindigt nou een beetje als volwassen mensen, zeg maar. En de mannen die blijven ook een beetje uit. Dus het is wat weinig mannen, zeg maar. Dus de verhouding is een beetje zoek. Ja. En na 43 jaar is het dan een tijd om te stoppen in dit geval. Maar een mooi concert aanstaande zaterdag. Wat gaat er gebeuren? Zeker een heel mooi concert. We gaan liederen zingen, oude liederen zingen. En we gaan nieuwe liederen zingen. De mensen gaan wat vertellen en over hun belevenissen van het koor. Op het koor en van vroeger en van nu. Er worden veel foto's geshowt. Beamer is een hele mooie Beamer-presentatie. Dus ja, het wordt gewoon een hele mooie, fijne avond. Een blije avond, ja. En gaan jullie als koor in een zwart gat vallen na zaterdag? Ja, we gaan in ieder geval nog uit eten met elkaar. En het is nog niet helemaal afgelopen, maar het zal voor velen wel erg wennen zijn, ja. Ja. Hoe laat begint het en waar moeten de mensen zijn? Nou, om 19:30 begint het hier in de Grifmeerde Kerk in Nieuwendijk. En daarna is iedereen welkom, zeg maar, om nog naar het avenue te gaan. Waar we nog lekker met elkaar door kunnen praten en nagenieten met een hapje en een drankje en gewoon gezellig. En is het nog nodig om kaartjes te reserveren voor deze avond? Nee, vrije toegang. Iedereen is welkom, van harte welkom. Dus ik zou zeggen, als je nog iets van Shalom wil horen, kom zaterdag.